En bij mij in de studio, Sophie Joossen van NVA. Het is gebeurd. Er mag niet langer vuurwerk worden afgestoken met het oog op het welzijn van dieren. Ja. U bent tevreden, neem ik aan. Ik ben heel tevreden. Het is niet alleen met het oog op het welzijn van dieren. Uiteraard ook. Er gebeuren heel wat ongevallen mee. Maar het is ook voor het welzijn van de mensen. Vuurwerk afsteken is erg gevaarlijk. Lichamelijke verwondingen, woningbranden. Zeker tijdens de eindejaarsperiode worden we daar toch erg vaak mee geconfronteerd. Ja. Maar eigenlijk is de huidige regelgeving omgedraaid. Kan je eens uitleggen hoe het er nu uitziet? Ja. Momenteel is vuurwerk toegelaten tenzij een gemeentebestuur actief een verbod gaat opleggen. We draaien eigenlijk nu die logica om. Vuurwerk zal verboden zijn tenzij een gemeentebestuur actief een toelating gaat geven voor bepaalde tijdstippen en bepaalde uren. Ja, en welke straffen staan erop? Daar kan je als gemeente een gasboete voor opleggen vanuit de politiezone en politiereglement uiteraard. De handhaving is ook een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur en zij kunnen die ook zelf opnemen. U bent van Duffel, hoe is het daar geregeld? Ja, bij ons in de gemeente is particulier vuurwerk verboden, ook met eindejaar verboden. We hebben wel nog één vuurwerk tijdens een traditionele stoet. Dat is vuurwerk dat onder toezicht staat van de brandweer op een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijdspanne. En wij communiceren ook uitgebreid in de periode daarvoor naar onze duffelaars van hoe zij eigenlijk hun dieren kunnen voorbereiden op het vuurwerk. Ja, en hoe gebeurt de handhaving? Want handhaving aan zich lijkt mij toch niet zo evident, hè? Nee, klopt. Ook daar kan een lokaal bestuur de keuzes gaan maken. In onze politiezone is het zo dat wij een overlastteam hebben dat specifiek controleert op dergelijke zaken. Dus op vuurwerk, maar uiteraard ook nog andere zaken zoals sluikstort enzovoort. Maar zij controleren ook op het vuurwerk. Ja. Een tijd geleden zat hier Chris Jansen van Vlaams Belang. En die zei dat deze regeling allicht niet meer voor deze bestuurstermijn was. Is er dan toch een stroomversnelling gekomen en hoe dan? Ja, er is zeker een stroomversnelling gekomen. Ik ben daar heel blij om. De minister heeft nogmaals het initiatief genomen, minister Ben Weitz, om toch nog eens met de partijen samen te zitten, zowel meerderheid als oppositie. En ik wil heel graag alle collega's bedanken die daar heel constructief aan tafel gegaan zijn. En we zijn eigenlijk nog vrij snel toch tot een voorstel gekomen. En dat zal nog deze legislatuur beslist worden in de plenaire vergadering. Oké, vuurwerkverbod is één ding, maar er is ook sprake van geluidsarm vuurwerk. Moeten we daar ook niet naar evolueren? Want je kan mensen, of het is eigen aan mensen, dat ze graag feestend het nieuwjaar willen inknallen of bij andere gelegenheden. Ja, absoluut. Ik denk dat er nog heel wat mogelijkheid zitten op dat gebied van dat geluidsarm vuurwerk. De definities daar zijn nog niet helemaal duidelijk over wat is dat nu exact, hè, geluidsarm vuurwerk. Maar ik denk dat de toekomst daar nog wel wat mogelijkheden zal brengen. Lokale besturen kunnen daar ook heel erg op inzetten om te gaan kijken hoe kunnen wij ons vuurwerk bijvoorbeeld, ons jaarlijks vuurwerk rond met oudjaar of een jaarlijks vuurwerk op 11 juli, hoe kunnen wij daarop inzetten dat we dat geluidsarmer gaan maken. Daar liggen volgens mij nog heel wat mogelijkheden. Ja. En er is ook nog één hiaat, er is nog steeds illegaal vuurwerk te kopen. Ja. Moeten we daar ook niet de strijd mee aangaan? Ja, absoluut. En ik denk ook daar dat de lokale besturen een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebben om dat echt te gaan controleren en handhaven. Zeker niet evident, maar daar is nog werk. Oké, goed. Maar u bent tevreden? Ik ben heel tevreden vandaag. Ja, een hele mooie dag voor dierenwelzijn. Oké, dankjewel. Dank u. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.